zijn niet hier binnengekomen, maar... Ja. Nou, dan heb je daar zo'n transformatorhuis. Ja. Ditzelfde prikkeldraad, dat loopt helemaal door tot achterin. Dan moeten we overheen springen en een home run maken, dwars door dat grasveld daar. En dan kom je daar achter bij die serre deur terecht daarachter. En zo zijn wij binnen geraakt. We moesten dus in twee groepen verdelen. Hè? Ja. De ene groep kwam hier via de oprijlaan en de andere groep in die wagen waar wij zaten, moest dus over dat hek daar, met de transformatorhuizen. Komt iemand aan? Die operatie is zo gepland, weet je, dat er niemand kan ontsnappen. Mm. Maar ja, dat er wel iemand is ontsnapt, dat kunnen wij niet voorzien natuurlijk. Ja, dat was de ambassadeur. Ja, dat was de ambassadeur. Ja. Dat de tuinman was. Ja. De oude. Je hebt geen spijt dat je je eruit hebt laten praten, uit het huis, uit de ambassade. Spijt wel, ja. Maar dat zijn we pas naderhand achtergekomen. Ja. Kijk, op dat moment besef ik dat niet. Hè? Kijk, wij zijn erin geluisterd. Dus jullie zijn weer bedrogen? Ja, wij zijn er gewoon weer bedrogen. We zijn erin geluisterd gewoon door dat toezeggingje van de Jong. Om op nadat een bepaalde tijdstip het hele politieke probleem van de RMS te bepraten. En die voor te leggen aan... Indonesische regering, weet je. Maar dat is totaal niks van terechtgekomen. Nou ja, dat hebben we niet kunnen voorzien, dat zoiets... ligt natuurlijk in de aard van de regering natuurlijk. He, dat hebben we wel voor, kunnen voorzien, maar ja... Ja? Zijn we het? Laten we even die kant op gaan lopen.